Hallo, ik ben Duifhuis voor de Hogeschool Utrecht en we gaan naar relativiteit kijken. Dat is leuk. We beginnen met een filmpje van Minute Physics. Around 1900, all of physics, and particularly Einstein, was in trouble. They couldn't figure out how anything could move. Now, before you complain that I'm exaggerating, check out this cat. You can clearly see that the cat is moving away from Einstein at a constant velocity. But do a little sliding switcheroo, and suddenly it looks like Einstein's the one moving. This is the old-fashioned principle of relativity. But the point is that the switcheroo changes relative things, like position and velocity, and not absolute ones, like the separation of Einstein from his cat. Now for the problem. Before Einstein was even born, physicists showed that the speed of light was one of those absolute things which can't be changed by a switcheroo. So any switcheroo we do has to keep light moving at the same speed. But then it's obvious that we can't do our sliding switcheroo at all, which means we can't explain how anything other than light can move. Okay, I spoke too soon. There is one solution. Do you see it? We were assuming that our switcheroo had to keep every slice of time at the same, well, time. But there's no law of physics that says time is an absolute thing that can't be changed by switcheroos. So if we just rotate the slices of time while sliding them, then we can keep the speed of light the same and explain how things can move too. Of course, Einstein didn't figure out this special principle of relativity in 1905. It was already done by a guy named Lorentz 10 years earlier. But Lorentz just thought that this time rotation was a mathematical trick. And it took Einstein to step in and, you guessed it, propose that time rotation is real, that time really is relative, and that consequently, simultaneous events relative to one observer aren't simultaneous relative to another. Now that's a real switcheroo of perspective. Okay, dus wat leren we van het filmpje? Onder andere dat de tijd voor mensen die bewegen ten opzichte van elkaar niet hetzelfde verloopt. Best bijzonder. Einstein had bij zijn speciale relativiteit twee postulaten gesteld. Ten eerste dat de natuurkunde voor eenieder die niet versnelt hetzelfde is. Dus als je als jij op de trein zit, stel dat jij dit, ik ga je tekenen. Dit ben jij. Zo. Je kijkt dan. Ja. Je hebt iets in je hand. We gaan straks zien wat je in je hand hebt. En ik sta langs de kant van de weg. Of zoiets. De trein heeft een of andere snelheid. V trein. En die snelheid die is. Nou, die is wat. Dan, of, ja, die is constant. Dan gelden dezelfde wetten van de natuurkunde binnen die trein. Voor jou als buiten die trein voor mij, terwijl ik stilsta en jij beweegt. Anders zou je ook kunnen zeggen, beweging is relatief. Eigenlijk staat de trein voor jou stil en zie je mij juist bewegen met een snelheid die kant op. Oké, alles goed en wel. Ook wel, klinkt ook wel logisch. En dan komt de tweede postulaat erbij. Dit klinkt op zich ook wel redelijk logisch, maar wordt zo meteen wel lastig. Namelijk, de lichtsnelheid die is voor iedereen gelijk. En dat is, nu gaan we ook zien wat je in je hand hebt. Het is namelijk een zaklamp. En die zendt licht uit. En dat licht heeft een snelheid van de lichtsnelheid in jouw inertial reference frame, in de trein. Dus je zou denken dat ik dat licht waarneem. Stel dat ik dat zou kunnen. V licht is V trein plus C. Maar dat klopt niet, hè? Want dat is meer dan C. En het tweede postulaat zegt, het is C. En we hebben dit, is vaak gemeten, vaak uitgeprobeerd. We zullen inderdaad nooit een snelheid zien anders dan C voor licht. Dus het is gewoon waar en raar te begrijpen. Dus dit wat hier staat is fout. Ja, ik zeg het is gewoon waar. We hebben nog nooit een experiment gezien waarin het tegendeel is bewezen.
Dus dat betekent dat we snelheden niet zomaar met elkaar mogen optellen, terwijl we dat al bij mechanica wel hebben geleerd. Dus dat is bijzonder. Oké, dan geldt dat niet alleen maar voor lichtsnelheden, dat we ze al mogen optellen, dus niet zomaar mogen optellen. Het geldt bijvoorbeeld ook als jij een balletje gooit, zo, met een bepaalde snelheid. Bal. Nou, het zou wel zo zijn dat ik die bal met een hogere snelheid zie gaan dan jij, want ik, ja, goed, die snelheid van die trein, die mag ik er niet zomaar bij optellen, maar het is wel zo dat ik die bal sneller zie gaan dan jij hem zou zien gaan. Maar zomaar optellen mag dus niet. Nou, hoe dat precies wel moet, dat gaan we eigenlijk pas zien in de volgende les, maar we hebben dus al wel wat rare dingen ontdekt. Als we gaan kijken naar hoe de tijd verstrijkt, want dat doen we wel, dan zou je misschien verwachten, nou ja, hallo, de tijd verstrijkt voor iedereen even snel, maar we hebben in het filmpje van Minute Physics gezien dat het niet zo is, dus wat is er aan de hand? Nou, we zien hier een astronaut die met een hoge snelheid langs de aarde beweegt en we kijken naar, stel dat die astronaut zwaait in bepaalde tijdspannen en die tijdspanne die komt overeen met precies één cyclus in zijn klok. Hij heeft in de klok een lichtdeeltje wat via een spiegel weer kaatst wordt. Nou, het lijkt wel hier alsof hij ook nog een klein sprongetje opzij maakt, maar je moet je voorstellen dat hij gewoon heen en weer gaat. En binnen die tijd is er een tijd verstreken. Dus dat is een tik op de klok en in die tijd zwaait de astronaut. Nou, voor de astronaut kunnen we dan zeggen, die afstand die wordt afgelegd, die is de lichtsnelheid keer de tijdspanne, hoe lang dat duurt voor die astronaut om te zwaaien. Nou, op aarde staat iemand te kijken en die ziet ook, die ziet ook die klok. Maar dat licht moet een grotere afstand afleggen. Want het licht gaat naar boven, maar ook opzij, komt daar tegen de spiegel aan en komt weer terug. En wordt weer opgevangen door de klok. Dus dan wordt daar een tik gedaan, het zwaaien is voorbij. En dan heeft de observer hetzelfde waargenomen, maar je ziet het al, die tijd die is langer. En dat is bijzonder. Dus laten we eens kijken wat we voor de observer vinden, dus de observant. Die zegt 2 keer s is de lichtsnelheid keer het tijdsverschil dat die observer waarneemt. Je ziet, ja, s is groter dan d, dus delta t moet ook, ja, kan in ieder geval niet hetzelfde zijn, moet ook groter zijn dan de tijd die de astronaut erover doet. Goed, oké. Okay. Nou, we kunnen delta t schrijven als een van de factor keer delta t 0. En die is dan afhankelijk van de snelheid van die twee ten opzichte van elkaar. Laten we zeggen dat de astronaut met de snelheid v beweegt. Dus dit is snelheid v. En dan zouden we ook kunnen zeggen dat deze afstand hier zo, hè, die 2L, 2L is V delta T. Nou, gaan we daarmee delta T schrijven als iets maal delta T 0.
dit is het. De tijd die het voor de observant duurt is delta t0. Dus de tijd die het voor de astronaut duurt, gedeeld door een wortel van 1 min de snelheid van het schip gedeeld door de lichtsnelheid en dat in het kwadraat. Nou, dat zal nooit groter zijn dan 1. Wel kan het kleiner zijn dan 1, maar alleen voor snelheden die echt in de buurt van de lichtsnelheid komen. Of misschien een tiende of een honderdste van de lichtsnelheid zijn, maar dan hebben we het over hele hoge snelheden. Maar goed, die bestaan. Dus het is niet helemaal voor niets dat we dit uitrekenen. En dan kun je dus zien ook dat die delta t altijd groter is dan delta t0. Maar nou komt het lastige. Want die astronaut, die ondergaat zijn eigen speciale relativiteit. Die zit zo in zijn schip. En die kijkt naar de aarde. En in de tijd dat die mevrouw denkt, denkt die astronaut te zien zwaaien, of tenminste dat waarneemt, die tijd die duurt voor de astronaut langer dan dat voor die vrouw duurt. Dus terwijl die vrouw het idee heeft dat die astronaut er langer over doet dan die astronaut zelf denkt, is het vice versa ook het geval. Dat is raar. Dus als je andersom gaat uitrekenen hoe lang voor die astronaut een klok erover doet op aarde, terwijl die er zo langs reist, dan krijg je hetzelfde. Hetzelfde dat hij denkt, hé, dat gaat langzamer. Dus dat is bijzonder. Oké, een andere manier om hier naar te kijken is als volgt. Welkom terug. We gaan kijken naar de laatste paragraaf, lengtekrimp. En daarvoor gaan we eerst nog eens even terug naar het astronautenprobleem. We hadden twee tijden uitgerekend voor deze eerbiedwaardige astronaut. En eentje was de tijd die hij ervaarde in het ruimteschip. En eentje is de tijd die de observer ziet verstrijken op het moment dat hij voorbij komt. En de klok ziet tikken, zeg maar, als dat zou kunnen. En die twee tijden die kunnen we van elkaar onderscheiden. Dat wil zeggen, die delta t0, dat noemen we de eigen tijd. Of in het Engels is dat de proper time. En dat is de tijd die iemand waarneemt die in hetzelfde frame zit als de klok. Dus de observer op aarde heeft ook wel een eigen tijd, maar dat is als ze naar de eigen horloge kijkt. En we kijken nu naar het verloop van de tijd van de klok in het ruimteschip. Nou, dat wat meebeweegt met het ruimteschip heeft diezelfde zogeheten eigen tijd en die astronaut heeft dat dus. Dus dat is een eigen tijd. Nou is er ook zoiets als dat lengte verandert door het reizen in de het reizen met de hoge snelheid. En je ziet hier nu een simulatie van een programma dat geschreven is door MIT. Het is een game waarin je balletjes moet verzamelen. En telkens als je een balletje vindt, dan zie je de tijd, of dan gaat de lichtsnelheid omlaag. En alle relativistische effecten die erbij horen, die zijn in beeld gebracht. Dus je ziet ook dat er lengtes veranderen. En dat is eigenlijk ook logisch. Laten we eens gaan kijken naar wat er eigenlijk gebeurt voor deze astronaut en die observer. We definiëren eerst een eigen lengte. En dat is de zogeheten, in het Engels is dat de proper
length. En degene die claim mag maken op eigen lengte, dat is degene die zich in het frame bevindt. Waarbij het begin en het eindpunt niet, dat niet beweegt en waarbij de begin en het eindpunt niet bewegen. Dus in het geval van onze reizende astronaut is de gelukkige winnaar van de eigen lengte is de persoon op aarde. Want die beweegt niet ten opzichte van het begin en eindpunt van de reis. De astronaut daarentegen, die is juist aan het reizen van begin tot eind. En daardoor, zal een andere lengte gaan waarnemen. Ze reizen allebei, ze zien allebei dezelfde snelheid. Hè. De ene ziet de astronaut voorbij komen met een snelheid. En de astronaut die ziet de wereld onder zich verschuiven met een bepaalde snelheid. Maar we hadden wel gezegd van, de tijd die ze waarnemen is anders. Dus als we de een formule opstellen voor de lengte, dan kunnen we in het geval van de astronaut zeggen, de lengte, L, S is VQT, dus dat is de snelheid, keer de tijd die hij zelf ervaart voor die reis. En in het geval van de observer kunnen we zeggen de eigen lengte. Want dat is gewoon die afstand tot die Alpha Centauri, niks bijzonders mee aan de hand, is V keer delta T. En we weten ook dat, dat hebben we eerder bepaald, hier ergens, delta T is... dit weten we ook. Dus we kunnen deze hero, dit kunnen we schrijven als V maal delta T0 delen door 1 min V kwadraat gedeeld door C kwadraat. En dan hebben we hierboven staan hetzelfde als wat hier staat. Dus dit stuk kunnen we vervangen door wat daar staat. Dus dan vinden we een formule voor de proper length, of het verband tussen de lengte die wordt waargenomen van, door een reiziger en de echte proper lengte, of de eigen lengte. Dus dat is deze. Dus wederom die 1 min v kwadraat gedeeld door c kwadraat. En zo bepaal je dus een verschil in lengte. Dus dat betekent dat als je met een bepaalde snelheid reist, dat wat je om je heen ziet, dat je dat korter ziet dan wat je dan wanneer je stil staat. Dus het is kleiner dan wanneer je stilstaat. Als we nou gaan, ik wil afsluiten met een aantal filmpjes. En ik heb onder andere voor jullie nog een filmpje met een gedachte-experiment van Minute Physics. How to break the speed of light met, kan dat. Een filmpje van Veritasium, wat ik zeker van harte kan aanraden, waarin eigenlijk alle begrippen nog een keertje langskomen. Een mooi gedachte-experiment in 60 Symbols over een trein die een tunnel ingerijdt en er ook weer uitkomt. Waar ze het over hebben is als er op hetzelfde moment voor en achter, wanneer die trein zich in die tunnel bevindt, en dat is een beetje abstract, maar als er dan guillotines gaan, naar beneden gaan, dan zou, en die trein die past precies in die tunnel, dan zou
die zou er niks aan de hand zijn voor iemand die staat te kijken, maar voor de mensen in de trein wel, want dan die berg die neemt in afstand af als die trein met hoge snelheid rijdt. Dus dan zijn opeens de guillotines wel daar waar de trein zit. Maar goed, het filmpje legt het veel breder uit. En ik heb nog een of andere meneer gevonden die het ook goed uitlegt, die ik verder niet ken, maar is ook goed om te kijken. Speciale aandacht nog wel voor ene Sander Buys, dat is een Nederlandse hoogleraar die een hele goede uitleg heeft. Kijk, hier heb ik eigen tijd gevonden. Ik zal altijd even zoeken naar een Nederlandse vertaling. Dit is Sander Buys, een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, kun je zien. Die een aantal colleges heeft over relativiteit. Eens even zien, hoe komen we daar? Ja, als je googelt op Sander Buys speciale relativiteit, kom je op zijn thuispagina. En dan als je naar beneden scrolt, dan zie je hier colleges. En met name, eigenlijk zijn alle vier de colleges voor ons interessant. We gaan er wel wat dieper op in, maar het is absoluut de moeite waard. Nou, zo praat deze meneer. Als de treinen in verschillende snelheden zien, loopt het klokje anders. En dus komt het nu voor. Echt een aanrader. Oké, ik dank jullie voor de aandacht. En ik zie jullie wanneer ik jullie weer zie. We hebben hier een tijd en een afstand grafiek. En dit is een, om dit te moeten begrijpen, zou ik kijken we even naar wat er gebeurt als op deze, in dit initiaal stelsel iemand stilstaat. Nou, dan hebben we hier iemand die stilstaat. Hè? Het begint hier. En even later staat hij op dezelfde plek. De tijd gaat omhoog. Dat zijn we niet zo heel erg gewend van grafieken, maar zo moet je deze grafiek lezen. En iets wat op het, hè, dus dit is op dezelfde plek. En iets wat op hetzelfde tijdstip gebeurt, dat zien we zo. Dit noemen we simultaan. Of op hetzelfde moment. Een manier om klokken synchroon te krijgen in eenzelfde initiaal stelsel is zeggen, weet je wat, we sturen een lichtpuls. Zo. Deze kant op. We wachten totdat hij terug is. En we halveren de tijd en we zeggen van op dat moment, hè, op het moment dat deze de lichtpuls weer kaatst en de helft tussen het zenden en ontvangen, daarvan zeggen we oké, nou dus we nemen deze afstand. We nemen daar de helft van. Daarvan kunnen we al van uitgaan van dat is hetzelfde moment als dat hier. Als dat daar de spiegel weerkaatst, zeg maar. Dus dat is een manier om de tijd te bepalen.
Dit lijkt misschien wat, wat omslachtig, maar kijk maar wat er gebeurt als we een... Als we twee mensen hebben die in een trein zitten en die hun horloges gelijk zetten, wat dat oplevert. Eerst maar eens een lijn voor de treinreizigers. Zo, dit zijn treinreizigers die ditzelfde experiment uitvoeren, maar zij bewegen met een bepaalde snelheid. En we kunnen ook zien hoe groot die snelheid is ten opzichte van de lichtsnelheid. Want ik heb de lichtsnelheid zo genomen dat dat een lijn is die één hokje opzij, één hokje omhoog gaat. Dus dit is licht, wat gaat met de lichtsnelheid. Ook lichtsnelheid, maar dan de andere kant op. En dit gaat met, nou als dit lichtsnelheid is, één hokje opzij, één hokje omhoog. Afstand delen door tijd. Hè. Deze gaat, terwijl die vier hokjes omhoog gaat, gaat deze één hokje opzij. Dus deze is 1/4 van de lichtsnelheid. 1/4 van c. Deze zit in dezelfde trein, dus dat is ook 1/4 van de lichtsnelheid. Dus voor deze geldt, als zij een lichtpuls uitzenden, het volgende. Dit is het moment waarop die de eerste raakt. En dit is het moment waarop die de tweede raakt. En dan was de afspraak. We nemen de helft van deze afstand. En dan is dat de, het moment waarop onze klokken gelijk staan. Nou, de helft van deze afstand, die zit ongeveer hier zo. En dat is wel gek, want nu is dat niet op hetzelfde moment volgens de mensen in het rode initiaal stelsel. Dat is apart, niet waar? Dus wat voor mensen gelijktijdig is in het ene systeem, is voor mensen in het andere systeem niet gelijktijdig. En dat haal je uit zo'n simpel grafiekje. Haal je dat al? Nou, dat wil ik laten zien.